Het is zover, jongens. Het is gewoon zover. De examenperiode is er weer. Yeah. Woehoe. Oh my god. Het is precies 12 uur. Als je het kunt zien. Ja, dit is reverse. Ik heb mijn wiskunde hier liggen. Woehoe. Ik moet nog een video hebben tegen straks. En ik vond het heel toepasselijk om het te hebben over wat er nu momenteel gaande is. De examens. En we weten allemaal dat het niet fijn is. Ik heb al verschillende keren jullie succes gewenst. En dat ga ik nu nog een keer doen. Succes met de examens, jongens. En meisjes, mijn hoesje ligt hier ook gewoon. Want ik heb mijn gsm in mijn selfie stick steken. Kijk dan. Damn. Kijk, dat is best wel cool. Kijk, mijn hand blijft nu gewoon stilzitten terwijl de rest beweegt. Dus deze hebben we eventjes niet nodig. Damn, dat was echt... Oké, heel stom. Nou, waar gaat mijn wiskunde over? Lijnen en afstanden in cirkels. Nou, ik denk dat het begin van elk hoofdstuk altijd wel gemakkelijk is. Nou, want dit is op zich nog wel te doen. We hebben een gigantische cirkel getekend met allemaal verschillende dingetjes opstaan. Een koorde en een apotheek. En ja, het moet hier eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat het zoiets van 300 pagina's, 250, 300 pagina's zijn. Sommige mensen gaan misschien zeggen, oh my god, ik moet 500 pagina's leren. Zie je mij onderste niet boeien? Nee. Ik heb ook de verbetersleutels openstaan op mijn laptop. Maar het is alleen redelijk vet. Yes, verbetersleutels. Voor als ik een keer een oefening maak. Wat ik dus niet zo vaak doe, maar ik eigenlijk wel zou moeten doen. Als we dit toevallig in de wiskundeles aan het kijken zijn of zo. Hè, mevrouw. Hi. Waarschijnlijk gaan we tijdens wiskunde nooit YouTube kijken. Zo. Ben gered. Als we dat tijdens een andere les aan het kijken zijn. Hey. Laat in de comments eens weten of jullie ooit mijn filmpjes al hebben opgezet in de klas. Ik heb al foto's doorgekregen van mensen die mijn filmpjes aan het kijken zijn in de klas. Ik zie van, jee, mijn kop is te zien op een bord in een klaslokaal. Met allemaal kinderen die ik niet ken. Een drinkbus is ook gewoon weer kapot, hè. Tijdens de treinvideo, toen kreeg ik hem ook niet open. En daarna ging hij ineens, juist toen ik gedaan had met de video opnemen, toen draaide ik hem gewoon los. En nu zit hij terug. Nu zit hij gewoon terug muurvast. Nu moet ik hem gewoon terug zo overdraaien. Ben je eigenlijk al begonnen met de examens? Of vraag ik me eigenlijk al af? Want ik begin nu dinsdag pas de 22e begin ik dus pas met de examens. Ik heb het gevoel dat sommige mensen gewoon al begonnen zijn. Dus nu donderdag, hè. Want het is nu zondag, op het moment dat ik het opneem, dat het online komt. Eigenlijk zou ik beter mijn video's moeten plannen, ja, want het is nu 5 na 12. En deze video komt om 7 uur online, dus ik heb nog 7 uur om iets te doen voor deze video. En dat ben ik dus nu aan het doen, hè. Ik moet dus ook gewoon eventjes deze foto laten zien. Give me a second. Kijk. Damn. Jullie kennen die guy niet, maar hij gaat het fijn vinden in de video's. Even terug vastpinnen. Ik heb een heel bord met foto's voor. Kabouter, kom op. Yes. Oh my god, kijk. Deze guy zit nu ook in de video. En hij ook. En zij allemaal. Hé, hey, kijk, dat ben ik. Nee, dat is Nick. Jullie kennen Nick wel. Dat ben ik nog een keer. Woehoe. Natuurlijk hebben we nog altijd onze baby hier hangen. Ik had hem volgens mij een naam gegeven. Ik ben de naam al in kwijt. Jongens, zet in de comments een naam. Ik wil een naam hebben voor onze baby. Deze baby hangt hier letterlijk al, ik denk, 2 jaar. Misschien zelfs 3 jaar al. Ooit in het eerste had mijn mama zo een papiertje afgeprint van met die baby opstaan van good luck. Ja, je kan het wel dit en dat. En dan had ik zoiets van, laat ik een schaar pakken en de kop van die baby eraf knippen. En toen heb ik die gewoon met een stukje plakband wat water heb ik die gewoon aan mijn muren gehangen. Hij is er wel een paar keer afgevallen, denk ik. Ze is er wel een paar keer afgetrokken en terug opgeplakt. Maar ze blijft er stevig hangen, hoor. Ja, daar is hij. Ik vind ook, het valt me ook echt elke keer op. Elke keer als we een nieuw jaar gaan, een nieuw schooljaar ingaan, dan wordt de leerstof natuurlijk elke keer moeilijker. Maar het ding is, de leerstof die je het jaar voordien moeilijker vond, als je die dan nog een keer terug bekijkt en je hoort dat van andere mensen, dan heb je zoiets van, goh, zo heel moeilijk was het toch eigenlijk niet. Terwijl ik dat op dat moment eigenlijk heel erg moeilijk vond. Zo, yeah. Dat was gewoon een gedachte die ik wou delen met jullie. Moet ik wat kijken, pennen in elkaar gedaan. Oh. Voor wiskunde heb je natuurlijk ook een passer nodig. Oké. Een passer met een dopje opzetten en een scherpe naald. Jeep. Kan je gek grote cirkels mee tekenen. Ik heb hier ook een potje gekregen. Potje. Met allemaal potloodpuntjes in zitten. Oh nee, wacht. Er zit er nog maar één in. We need to put it back in the box. Put it back in the box. In the box. Ik wil tegen het eind van deze video... wil ik toch wel een naam hebben, denk ik. Maar ik denk dat de video bijna gedaan is. Ik wil in de comments een naam zien, dat was het. Ik wil gewoon dat deze guy verdient een naam. Iedereen verdient een naam. De achternaam gaat gewoon mijn achternaam worden. Maar de voornaam, die mogen jullie bepalen. Join de Discord, dan doen we daar wel een poll. De link staat in de beschrijving. Als de link niet in de beschrijving staat, tag mij dan eventjes in een comment. En dan zet ik de link wel in de beschrijving. Damn. Ik heb geen zin om te leren. Zwemmen. Nee, joh. Hey, als je nu de content leuk vindt, laat dan zeker een like achter. Laten we gaan voor die... Laten we gek doen, 20 likes, hè? Ik weet niet eens of ik op een andere video 20 likes had. Laat mij het eens even checken. Eens eventjes zien. Een likes van de afgelopen paar video's. Ja, jullie zien de likes hier staan. Ah, ik zie ze nu staan. Ik zie hier 29, 34, 51, 50, 40, 50, 50...
komen altijd wel gemakkelijk aan 20 likes. Damn. En ook gewoon bijna nooit dislikes. Ah, hier 1 dislike. Ah, wat een loser. Oké dan, laten we dan gaan voor die 50 likes. Ja, dat is... ik hoop dat dat mogelijk is, maar ik wil ook geen onmogelijke goals opzetten hè, voor jullie. Consider it. Als je nu genoten hebt van deze video, laat dan zeker weten een likeje achter. Hè, zoals ik nu ondertussen al 10.000 keer gezegd heb, Giel, je valt in herhaling, godverdomme. Maar abonneer ook eventjes als je nog meer wilt zien, want dit is een soort content dat op dit kanaal tevoorschijn komt. Ik vind het echt fijn om te maken, hè, to be honest. Yes. It is really fun. Zou je hem zeggen. Like, abonneer en tot de volgende keer.